algemeen directeur van de SLM, Robby Lajmising, heeft de afgelopen dagen in Curaçao gesprekken gevoerd met zijn partner TUI. Daarbij is de samenwerking van bijkans een jaar geëvalueerd. Ook is besproken hoe deze samenwerking voortgezet of eventueel uitgebreid wordt. TUI had zijn jaarlijkse aandeelhoudersvergadering op het eiland en de SLM heeft van de gelegenheid gebruik gemaakt om op neutraal terrein te onderhandelen, dit zegt Lajmising. De SLM heeft namelijk plannen om op de Mid-Atlantische route de A340 te vervangen met een 777. Een ander voordeel voor de SLM tijdens deze meeting was dat de directeur ook kon praten over de vervoersproblemen die de Antillen nu ondervindt op luchtvaartgebied. Insel Air zit in grote problemen en nu PAWA ook, dat is de Dominicaanse luchtvaartmaatschappij die ook tussen Antillen en Curaçao en Sint Maarten en Santo Domingo vloog. Dus toen hebben we ook afspraken gemaakt met de minister van vervoer die ons ontvangen heeft. We hebben een heel goed gesprek met haar gehad en die heeft ons ook gezegd, laten we ook contact opnemen met het hoofd van de luchtvaartdienst, dat is meneer Hans de Jong. Daar hebben we ook gisteren gesprekken mee gehad. De gesprekken zijn hoopgevend in een vorm, we moeten gaan kijken naar een vorm van samenwerking, een vorm van bijstand verlenen aan de Antillen en eventueel aan Insel Air. Zij zijn zelf nog niet helemaal eruit hoe het verder gaat moeten gaan met Insel Air. Dus laten we zeggen, het zijn meer oriënterende, aftastende gesprekken geweest. TUI heeft aangeboden de SLM te ondersteunen in de overstap van 4-motorige vliegtuigen naar 2-motorige. Dit zal als gevolg hebben dat de kosten stukken minder zullen zijn dan wanneer het bedrijf zelfstandig met Boeing zou onderhandelen. Lajmising zal deze ondersteuning nog voorleggen aan de overige directieleden en de aandeelhouders. De SLM-topman heeft op Curaçao ook gesprekken gevoerd met Wind Air. Daar gaan de gesprekken zelfs verder dat we overwegen om op korte termijn zelf we moeten kijken hoe onze vloot beschikbaarheid is en piloten beschikbaarheid. Dat we overwegen om wat vluchten uit te voeren voor Wind Air. De vluchten van Wind Air zijn over het algemeen Curaçao, Sint Maarten, Santo Domingo, Curaçao. Mm-hmm. En natuurlijk wat eilanden. Maar wat de eilanden betreft, dat kan Insel Air voorlopig aan. Omdat Insel Air 2 of 3 Fokker F50 heeft. Mm-hmm. Die op dit moment de verbindingen tussen de eilanden, dus de ABC-eilanden en zo, mm-hmm, onderhouden. Okay. Maar Insel Air vliegt voorlopig niet naar Suriname? Nee, ze hebben wel een machine in de tijd ingehuurd van Sunrise Airways. Dat is een maatschappij die op Haiti is gevestigd. Maar daar zijn er, dacht ik, de laatste 2 vluchten zijn niet meer uitgevoerd. Hou me dat ten goede, omdat ik hier zit op de Antillen. En me weer bezig heb gehouden met de besprekingen rondom de SLM en Insel Air en TUI. SLM-directeur Robby Lajmising, met wie wij vandaag telefonisch hebben gesproken over de besprekingen die hij in Curaçao heeft gevoerd met TUI. Hij zal na aankomst in Suriname de directie, staf en personeel van de SLM en de aandeelhouders informeren over deze besprekingen. Lajmising benadrukt dat hij weer naar Suriname terugkomt naar de SLM, hetgeen betekent Flying on Trusted Wings.